Als je de vraag stelt naar wat betekent sisterhood nu eigenlijk, dan is daar heel gemakkelijk op te antwoorden dat vrouwen elkaar ontdekken en gemeenschappelijke belangen en eventueel ook problemen en daar samen iets willen aan doen, omdat ze zich voelen als zussen van elkaar. Nu, dat was voor mij toen heel nieuw, want ik was opgevoed zoals heel veel vrouwen opgevoed zijn, van andere vrouwen die hebben hun eigen huishouden, die hebben hun eigen vent en die gaan denken dat ik hun vent wil afpakken. Hè? Dus dat wantrouwen is eigenlijk, en ik denk dat dat vandaag ook nog voor een deel het geval is, dat vrouwen gemakkelijk kunnen opgezet worden tegen elkaar. Van die is mooier dan jij en pas op van uw vent, hè, dat hij niet te veel rondkijkt en dat soort dingen. Dus met de term sisterhood wordt dat eigenlijk helemaal uitgeveegd. Dan ga je andere vrouwen op een heel andere manier bekijken en eigenlijk als bondgenoten. Bondgenoten in dezelfde strijd. En we maakten daar ook liedjes rond. We hebben enorm veel liedjes gemaakt en gezongen die juist die sisterhood beklemtonen. En wij ontdekten, als je solidair bent met elkaar, dat je dan veel meer kunt bereiken. Als je bijvoorbeeld een actie op straat voor de veiligheid van de kinderen doet, dan moet je niet dat individueel gaan proberen te doen, maar dan moet je dat samen doen en dan ontdek je de kracht van een beweging. En we hebben dat ook geleerd uit de geschiedenis. De Amerikaanse geschiedenis is eigenlijk totaal onbekend, maar dat is een heel interessante, strijdvaardige geschiedenis. Waarom? Omdat daar mensen samengesloten hebben in vakbonden, in organisaties, in sociale bewegingen en dingen bereikt hebben. Dus we zijn dat ook allemaal gaan opzoeken. Gewoon om onze kracht te ontdekken. En dat is eigenlijk formidabel geweest.